Vuurwerk, een magisch schouwspel van kleuren en knallen. Iets wat de mens sinds heugenis altijd al heeft gefascineerd en een van de mooiste kunstvormen die nooit blijvend en altijd weer anders is. Maar wie is de kunstenaar? En hoe komt een vuurwerkshow tot stand? Dat is iets waar maar weinig mensen bij stilstaan en waar nog minder mensen een antwoord op hebben. Als antwoord op deze vraag geven wij u een kijkje achter de schermen bij ons bedrijf, zodat u van A tot Z kunt zien wat er gebeurt. Beginnend bij het moment dat de opdracht voor een vuurwerk bij ons binnenkomt. Trien Fireworks, goedemiddag. U spreekt met Jolanda Alberts. Zodra een klant belt om te informeren naar een vuurwerk, wordt er eerst vastgesteld om welke gelegenheid het gaat en wat het daaraan verbonden budget is. Dit kan zowel een klein verjaardagsvuurwerk, een indoor podiumvuurwerk, als een grote publieksshow zijn. Vervolgens wordt er naar de gewenste locatie van het vuurwerk geïnformeerd. Dit is een belangrijk aspect in verband met de zeer strenge veiligheidsafstanden voor zowel vuurwerktoeschouwers als de omgeving. Immers, ieder vuurwerk moet altijd een veilig vuurwerk zijn. Door middel van een aantal snelle metingen kunnen wij de klant direct vertellen welk kaliber vuurwerk haalbaar is. Hoe groter de vuurwerkeffecten, hoe groter de veiligheidsafstanden. Als het eenmaal duidelijk is wat de klant wil, wat het beschikbare budget is, waar de show moet komen en welk vuurwerk hier veilig geschoten kan worden, zijn de hoofdingrediënten compleet om aan de planning van de show te gaan beginnen. Dank u. Dag. Als eerste wordt in speciale software een programma geschreven voor de show die geschoten gaat worden. Tegelijk wordt bekeken welke vuurwerkeffecten het beste toegepast kunnen worden om een zo harmonieus mogelijk beeld neer te zetten, dat zowel voldoet aan de wensen van de klant als aan de situatie. Als het vuurwerkprogramma gereed is, moeten de diverse overheidsinstanties ruim van tevoren op de hoogte worden gebracht van het komende vuurwerk. Zo dient de betreffende provincie geïnformeerd te worden over de uitgekozen vuurwerklocatie en de soorten vuurwerk die geschoten gaan worden. De provincie op haar beurt zal de stukken bestuderen en bij goedkeuring overgaan tot het verlenen van de zogenaamde ontbrandingsvergunning, die nodig is om het vuurwerk op de aangewezen locatie, datum en tijd te mogen afsteken.
Nu de meeste voorbereiding op kantoor klaar is, de vergunningen binnen zijn en de bestellingen geplaatst, wordt alles gearchiveerd tot het moment dat de datum voor de vuurwerkshow is aangebroken. Voor dag en dauw worden alle benodigde materialen ingeladen in de vrachtauto en wordt er koers gezet richting de vuurwerklocatie. Een ander team is op hetzelfde moment naar Duitsland gereden om het in te zetten vuurwerk op te halen. Dit omdat in Nederland vanwege de zeer strenge veiligheidsregels bijna nergens meer professioneel vuurwerk opgeslagen mag worden. En men dus noodgedwongen moet uitwijken naar opslagbunkers buiten de Nederlandse grenzen. Op locatie komen ook de andere benodigde medewerkers aan, worden de spullen uitgeladen en gesorteerd. Die staat, 100, die staat ook.
Er wordt voor goede faciliteiten gezorgd voor de werknemers, want iedereen heeft een lange en intensieve dag voor de boeg. Bij grote vuurwerkshows zijn er soms wel 4 tot 5 dagen nodig voordat het vuurwerk klaar is om geschoten te worden. Voordat er echt begonnen kan worden met het opbouwen van het vuurwerk, wordt als eerste, onder toeziend oog van de provincie, de veiligheidszone afgebakend met afzetlint. Binnen deze zone wordt het zware vuurwerk uitgepakt, geprepareerd en geïnstalleerd. Het is daarom van groot belang dat de burger op een veilige afstand wordt gehouden. In de tussentijd zijn ook de afgevaardigden van het ministerie van Vrom gearriveerd. Zij komen het vuurwerk controleren. Elke doos wordt geopend en elk stuk vuurwerk wordt aan een grondige inspectie onderworpen. Zo zal worden vastgesteld of het vuurwerk voldoet aan alle strenge Nederlandse eisen. Wat we hier aan het maken zijn is een zogenaamde steppenmodule. Steppenmodule houdt eigenlijk in dat het een serie buisjes zijn zoals hier te zien is. In een bepaalde positie staan gevormd wat een effect in de lucht geeft in de vorm van een soort powerveer idee. Ze worden geschoten middels een digitaal aanstuursysteem wat inhoudt dat het systeem gecontroleerd afgeschoten kan worden en zelfs op het ritme van de muziek mee kan gaan, wat ook met deze module de bedoeling zal zijn. Ontsteken doen we middels een elektrische fuse. Op het moment dat die erin zit, dan pakken wij een kleine hoeveelheid buskruitlading. Die gaat als eerste in de buis en daarbovenop gaat een sterkameet, in dit geval een zilverblinkerster, wat te zien is aan de stukjes aluminium, CQ, titanium die verwerkt zijn tussen het koolstof, wat een glittereffect geeft. Die gaat er bovenop en als beveiliging werken wij hem af met aluminiumfolie om ervoor te zorgen dat mocht er vonken invallen van andere stukken vuurwerk, dat hij op dit moment dan beveiligd is, wat als eindresultaat weer zo uitziet. De einden van de draden worden in serie met elkaar doorverbonden, wat hier te zien is. En dit systeem gaat middels een digitaal codenummer in de ontsteekbox, wat 1 puls is. Eindresultaat is een aantal van dit soort buisjes, wat uiteindelijk op het ritme van de muziek in een idee van een powerveren systeem zal gelanceerd worden. Inmiddels wordt begonnen met het opzetten van het vuurwerk. Het luchtvuurwerk van tegenwoordig bestaat vanwege veiligheidsoverwegingen niet meer uit grote vuurpijlen, maar uit zogenaamde mortierbommen, ook wel shells genoemd. Dit zijn kartonnen ballen of cilinders gevuld met verschillende sterren en effecten. Deze worden door middel van een aangebrachte buskruitlading uit de mortierbuizen geschoten. Een vertragende lont in de mortierbom zorgt ervoor dat de sterren op de juiste hoogte worden ontstoken en het effect met een knal tevoorschijn komt. Het opbouwen van een vuurwerkshow is een tijdrovende en ambachtelijke klus. De grote bommen worden 1 voor 1 geplaatst. De kleinere bommen worden in een rijtje van 6 tot 8 in de mortieren geplaatst. Deze worden vervolgens op een vertrager aangesloten, zodat zij per 2 of 3 tegelijk afgevuurd kunnen worden. Met behulp van de vertrager kunnen wij ervoor zorgen dat de lucht constant gevuld is. Zonder deze vertragers zou het rek, gevuld met bommen, in 1 keer afgaan. De lont, stopine genaamd, heeft namelijk een snelheid van 325 meter per seconde. Dit komt goed van pas bij het schieten van een finale.
Hierbij worden namelijk meerdere bommen in één keer de lucht ingeschoten. Niet alleen omdat de verschillende stukken vuurwerk door de jaren heen in principe altijd hetzelfde zijn gebleven, maar ook het arbeidsintensieve opbouwen en verbinden van de vuurwerkstukken gebeurt vandaag de dag nog steeds met de hand en natuurlijk met een paar gezonde hersens. Naast vuurwerkbommen worden op deze show ook grote vuurwerkpotten, Romeinse kaarsen en zogenaamde flowerbeds ingezet. En als alles op zijn plaats staat, krijgt elk stuk vuurwerk een elektrische ontsteking. Deze ontsteking wordt aangesloten op een processorgestuurd afvuursysteem. De hoofdbediening ervan staat op een veilige afstand van het vuurwerk, zodat de vuurwerker op een veilige manier zijn vuurwerk kan ontsteken. In de bedienkast is de software ingeladen van de voorgeprogrammeerde vuurwerkshow. Naast veiligheid heeft een processorgestuurd afvuursysteem ook het voordeel dat het volledig op muziek te programmeren is. Dit houdt in dat een show ook op de maat van de muziek geschoten kan worden. Een zogenaamd symfonisch vuurwerk, ook wel pyromusical genoemd. Dit geeft een extra dimensie aan het vuurwerk en is iets dat